Ja, daar zijn we weer. Ja. Bewegend leren met Dirk Schelen en meester Sander. Ja, en we zijn in het bos en de blaadjes zijn niet meer groen, Dirk. Nee, die waren wel groen, maar ineens hebben ze andere kleuren gekregen. Ja, het is herfst geworden. Precies. En ik zag u het ook. Ja, er vallen blaadjes naar beneden. En in deze video gaan we je alles leren over de kleuren van de bladeren en over een reeks afmaken. Ja. Maar jij hebt je gitaar al klaar volgens mij, Dirk. Ik heb hem helemaal klaar. En ik heb een liedje over de herfst. Kijk. Het heet Dwarrelen. Gaan we ook alvast een beetje joggen? Ja. De herfst is weer gekomen en de regen die blijft maar stromen. Oh, ik word helemaal nat, Sander. Ja. Heb jij paraplu bij je? Nee, hè? Nee. De herfst is weer gekomen en de blaadjes vallen van de bomen. Oh, daar gaan ze. Zie je ze? Ja. Ze dwarrelen, dwarrelen, dwarrelen naar beneden. Oh, daar komen ze. Ja. Ze dwarrelen, dwarrelen, dwarrelen naar beneden. Oh. Doe maar mee. Ze dwarrelen, dwarrelen, dwarrelen naar beneden. Oh, ik probeer een te pakken. Oh, dat lukt niet. Oh. Ze dwarrelen, dwarrelen, dwarrelen naar beneden. Oh, daar gaan ze allemaal, ja. Oeh, ja. En ik zie gele bladeren. En rode. En volgens mij worden ze oranje. Kijk, net als mijn broodraad. Jij bent een blad. Ja, ik ben ook een blaadje geworden. En uiteindelijk liggen ze allemaal op de grond en dan zijn ze... Ja, dan worden ze eerst bruin inderdaad. Ja. En dan komen er gaatjes in en dan vallen ze naar beneden en dan liggen ze op de grond. Ja, en dan vallen ze helemaal uit elkaar. Ja. En dan wordt het weer nieuwe grond eigenlijk, hè? Ja, precies. Maar dat is een andere video. Ja. Wat wij gaan doen is kijken welke kleuren bladeren we zien. En dan moeten jullie zeggen welke er op de plek van het vraagteken komt. Ja. Dus hier zie je rood, oranje, rood. En welke moeten we dan op die plek? En blauw, rood. Die ook? Blauw, zijn die er ook? Blauwe blaadjes? Hebben jullie blauwe blaadjes gezien? Nee. Nee, Dirk. Nee. Ik pak een grapje. Ja. Geen blauwe blaadjes. Nee. Maar we moeten dus zeggen op wat daar moet komen op het plek van het vraagteken. Dus rood, oranje, rood en geel, je kunt... Geel ook nog. Ja, Dirk, we zijn ook op school. Ja, we moeten precies. Goed ons best doen. Ja, dat is waar. Oké, sorry. Ja. Oké, ik moet het ook nog een beetje leren, hoor. Ik ben er helemaal in de war. Ik zie allemaal groene blaadjes en ineens zijn ze andere kleuren. Dus ja. Ja, en jullie kunnen antwoord geven door ons na te doen. Goed idee. Kijk, want Dirk, jij staat bij het rode blaadje. Oké. En jij doet een beweging. Ja. Welke beweging ga jij doen? Wat zal ik gaan doen? Ik doe een blaadje die valt zo. Ja. Ja, dat zijn rode blaadjes die vallen naar beneden. Dus zo dwarrel, 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 dwarrel. Ja. En ik doe dan de wind zo. Oh ja. En ik sta bij het oranje blaadje natuurlijk. Okay, ja. En welke moet op de plek van het vraagteken? Rood, oranje, rood. Welk blaadje komt er nu? Rood, dan doe je Dirk na. Of oranje, dan doe je meester Sander na. Ja. Ja, heel goed. Het is natuurlijk rood, oranje, rood, oranje. Ja. Dus iedereen die zo deed, die had het helemaal goed. Ja. Nou, en nu gaat Dirk muziek maken en moet jullie antwoord geven. En je ziet ons de bewegingen maken bij het blaadje. Laten we dat gaan doen. En jullie geven dus antwoord welk blaadje dat op de plek van het vraagteken moet komen. Doe ik gewoon de tweede deel van het liedje. Het is weer in het land en de wind blaast de blaadjes aan de kant. Moeten we heel hard blazen, de blaadjes weg. De herfst is weer in het land. Al die blaadjes die liggen in het zand. Ja, op de grond. Rode, gele, groene, bruine blaadjes. Ja, zing maar mee, dan leer je het. Rode, gele, groene, bruine blaadjes. En wat doen ze? Weet je dat nog? Ze dwarrelen, dwarrelen, dwarrelen naar beneden.
Ze dwarrelen, dwarrelen, dwarrelen naar beneden. Dwarrelen, 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 dwarrelen. Ja. Ja, ze dwarrelen. Inderdaad. En dat ging al heel goed. Maar laten we het nu nog een beetje moeilijker maken, Dirk. Nog moeilijker. Want ik denk dat de kinderen het heel goed kunnen. Maar het kan nog wel een beetje moeilijker. Dus ga weer klaarstaan. Je blijft joggen natuurlijk. En je doet ons na om het goede antwoord te geven. Succes! Hey, ze zijn er weer. Ja. Oh, leuk dat je er weer bent. Zullen we dan nog één keer dat liedje gaan zingen? Ja, weet je hem nog? Dat is het gitaarintro. Dat is altijd leuk bij een liedje. De herfst is weer gekomen. En de regen, ja nog steeds, die blijft maar stromen. Ik word helemaal nat. Oeh. De herfst is weer gekomen en de blaadjes vallen van de bomen. Ja, doe dan laten ze dwarrelen. Ze dwarrelen, dwarrelen, dwarrelen naar beneden. Oh, daar komen ze. Goed, laat ze weg. Ze dwarrelen, dwarrelen, dwarrelen naar beneden. Oh, en wat waren ook weer de kleuren? Rode, gele, groene, bruine blaadjes. Rode, gele, groene, bruine blaadjes. Ja, inderdaad, geen blauwe, nee. Nee, ze dwarrelen, dwarrelen, dwarrelen naar beneden. En dan komen ze, ja? Ze dwarrelen, dwarrelen, dwarrelen naar beneden. Oeh. Waar zijn jullie? Jongens, meiden. Hallo? Ja, oh, jullie waren er nog. Dirk, kom. Oh, we moeten nog dag zeggen. Oh, we waren helemaal naar beneden gedwarreld. Ja. Nou, ik denk dat jullie ook wel blaadjes kunnen zoeken buiten. Ja, goed idee. Ja, ja. En neem ze mee de klas in. En gooi ze... Nee, niet in de lucht gooien. Nee, gewoon dan kan een je ze mooi drogen tussen een, ja. tussen een boek. En dan kan je hem zo lekker... om de omtrek kun je dan tekenen. Of de nerven. Kun je mooi inkleuren. Ja. 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 Maar... Wat je niet moet vergeten is, wij hebben nog veel meer video's gemaakt op Dirk's kanaal, op Dirk Schelen YouTube kanaal. Ja. Vind je nog veel meer leuke video's en doe dan een duimpje omhoog en abonneer. Ja, ja dat vind ik hartstikke leuk. Ja. En meester Sander, natuurlijk, die heeft ook helemaal video's. Daar kun je ook lekker kijken en een duimpje geven en lekker abonneren. Dat vinden we, help je ons mee als je abonneert. En de liedje wat je gehoord hebt, kun je natuurlijk ook op mijn Spotify luisteren. Het heet Dwarrelen. Ja. Nou, ja. Dat had ik niet verwacht. Ja. Hey. Tot de volgende keer. Hey, leuk dat je weer gekeken hebt. Tot ziens, hè. Doei. Ze dwarrelen. Woehoe.